Deze handlijn gaat over hoe je de Xbox 360 slim kunt openmaken. In principe heb je daar maar twee delen van gereedschap nodig. De eerste is een Torx schroevendraaier. En die kan je natuurlijk halen bij een bouwmarkt als je die nog hebt. En je hebt een puntig voorwerp nodig zoals dit. Deze zit onder andere in de X-stoel die je via onze site kan kopen. Nou ja, als je sowieso hebt in de keuken, dan kan je dat gewoon gebruiken. Dit is de Xbox Slim die we gaan openmaken. Nou, het eerste wat je doet is je haalt deze roosters los. En deze. En ook aan de andere kant. Dan zet je deze hier in zo'n gat en doe je hem omhoog. Dan zitten er hier klemmetjes die je op kan wippen met dit voorwerp. Tegelijkertijd duw je met je vingers, zeg maar, die rand duw je omhoog, die loskomt als die klemmetjes losgaan. En hij is eruit. Deze moet ook los. Dit is de draadloze wifi verbinding. Ik ga het gewoon met de Torx schroevendraaier los. Dan zitten hier weer klemmetjes. Die wip je ook omhoog. Voor de zekerheid doe je die klemmetjes alvast aan de andere kant, zodat ze niet weer opnieuw kunnen gaan klemmen. Gaan we weer terug naar de andere kant. Hier wordt die ook geklemd in deze 6 gaatjes. Dus je doet hetzelfde als de andere kant. Hier duwt de bovenkant van dit randje duw je omhoog met je wijsvinger en je duim. Dan zitten hier ook twee klemmen, maar die zitten wat dieper. Dan zet je deze ook weer tussen. En je duwt met je duim, duw je ze los. En met je andere vingers duw je de Xbox naar binnen, zeg maar, aan deze kant. Waar ook de stickers zitten, duw je zeg maar op. Dan hoor je hem klikken en dan is hij open. Die kant op en dan klikt hij hier aan deze kant ook los. Dan zitten er 5 schroeven in die eruit moeten, die zijn allemaal zwart. Dat is deze, die onder de sticker.
hier in de hoek. En deze. Als die vijf schroeven die weer uit zijn, draai je hem weer zo om. Met de faceplate naar je toe. Dan kan je de bovenkant kan je omhoog tillen. Dan begin je aan de achterkant. Daarna duw je die faceplate een beetje naar voren. Dan kan die bovenkant er helemaal af. Nu is deze box open. Je moet altijd voorzichtig zijn met het kabeltje wat hier loopt, want als hier een scheurtje in komt, dan gaat je drijf niet meer goed open als je op de knop drukt. Je kan hem voor de zekerheid ook loshalen hier. Dat je hem zo eruit haalt. Je kan die ook niet beschadigen, leg hem apart. Nu moet alleen de DVD-speler nog los. Nou, er zitten twee kabeltjes in. Je hebt hier de SATA-kabel. Gaat er nog niet uit. En hier de power cable. Nu een beetje wiebel om eruit te krijgen. En dan kan je de DVD-speler omhoog tillen. En dan is de Xbox 360 slim is open. De DVD-speler moet uitgelezen worden. Dat komt in de volgende handleiding.